De zero-kunst is momenteel erg actueel. We zijn dan ook heel erg trots dat we een van de oprichters van de zero- of nulkunst naar Hasselt hebben kunnen halen. Welkom op de tentoonstelling van Jan Hendriksen bij de Eastman Gallery op de Zuivelmarkt in Hasselt. Jan Hendriksen werd in 1937 in het Nederlandse Delft geboren en begon zijn kunstenaarscarrière als informeel schilder. Hij werd geschoold aan de Vrije Academie van Den Haag en trok eind jaren 50 naar het buitenland. Hij woonde en werkte achtereenvolgens in Keulen, Düsseldorf, op Curaçao en momenteel woont en werkt hij in Antwerpen en in Brooklyn, New York. Half jaren 50 tot ongeveer de helft van de jaren 60 was een groep jonge internationale kunstenaars op zoek naar een nieuwe identiteit, op zoek naar nieuwe materialen en een nieuwe uitdrukkingsvorm. In 1960 was Jan Hendriksen medeoprichter van de Nederlandse Nulgroep en begon hij te experimenteren met assemblages van bestaande materialen zoals kurken, nummerplaten, kratten bier en zelfs geld. En hier ziet u een voorbeeld van een werk uit 1965 met allemaal kleine muntjes samengesteld tot een grote ster. Hendriksen gebruikt ongegeneerd materialen die op zijn pad komen. De originaliteit ligt in zijn methode. Seriële composities en presentaties van de werkelijkheid, zonder commentaar. Zoals hier een serie nummerplaat. Hendriksen en kunstwerken roepen vragen op over wat is kunst eigenlijk? En hoe weten we dat? Wie bepaalt wat kunst is? Zijn werken geven ook een complexe relatie tussen esthetische waarde, ruilwaarde of gebruikswaarde. Hendriksen zoekt ook naar de schoonheid van het onopgemerkte, het alledaagse. Zoals hier bij deze kurkenwerken. Heel eenvoudig, maar met een prachtige samenstelling. De belangstelling voor het werk van Jan Hendriksen is echt internationaal. Zo is hij opgenomen in de Zero-tentoonstelling in het Guggenheim in New York. Een tentoonstelling die in juli te zien zal zijn in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Jan Hendriksen, nog tot 8 maart bij de Eastman Gallery op de Zuivelmarkt in Hasselt.